ik ben super zenuwachtig, dus laten we snel gaan. Mag iemand die het dab wil doen of zo? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en deze ochtend was een beetje gehaast, chaotisch en snel klaarmaken, ladidadida. Maar het is gelukt, ik heb dit aangetrokken vandaag, een sweaterjurk van Misguided. Mijn jas is van een New Yorker, die is echt van 1,5 jaar geleden, dus die hebben ze nu niet meer. Mijn tas is van Yves Saint Laurent en mijn schoenen zijn van Weer Van Island. En we gaan nu naar een meeting, Dwayne, ik en mijn zus. En daarna ga ik weer terug naar huis om mezelf om te kleden voor een meet and greet in Nijverdal. Dus de hele dag op en neer, afspraken, maar wel heel veel leuke dingen. Dus ik ga jullie nu eerst meenemen naar Amsterdam. We zijn er al een tijdje bij. Social, we hebben net een meeting gehad. Ik kijk niet eens. Vlog live! Sophie in Kingdom. Leaky as always. We ook gewoon die snappen. En deze kant in mijn face. Ik moet echt mijn haar wassen. Nee. Ik moet echt de vlogcamera zo omhoog. Het staat echt omhoog. Kijk, als ik gewoon dit doe, dan ben ik gewoon staan. Nou, wij gaan naar huis. Ja. Manos, hier is Demi haar. Ja. Tot snel. Wat gezellig. Wordt een leuke campagne. Ik heb er zin. Ja. Dus Dwayne, heb je alles geregeld? Ik heb alles geregeld, ik was op jou aan het wachten, maar... Oh, dan kunnen we nu gaan. Ja. Hey Pien. Sophie. Zwaai eens even naar de camera. Nee, niet? Oké. Okay. Work mode. Zit je in het snoer? Ik heb mezelf thuis net heel snel klaargemaakt en nu ben ik onderweg naar Nijverdal, waar ik dus de meet and greet heb bij de DA. En daar heb ik mega veel zin in, want ik had net een foto geplaatst op Instagram en toen commenten heel veel van jullie al dat jullie ook zouden komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe druk het gaat zijn, want laatst heb ik natuurlijk ook de NYX meet and greet gehad en daar kwamen ook heel veel meiden op af. En van all over the place, zelfs vanuit België was er iemand gekomen. Dus ik ben benieuwd of het vandaag ook zo zou zijn, want Nijverdal is natuurlijk best wel afgelegen. En ja, ik heb er zelf eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, van die plek. Maar schijnbaar wonen er wel veel meiden in de buurt van Nijverdal. Almelo is ook in de buurt, dus ja, ik ben heel benieuwd wie er allemaal op afkomen. Dat ga je dus straks ook zien. En ik heb mezelf net thuis trouwens heel snel omgekleed ook, een ander topje. En deze is van Zara. En mijn haar heb ik gekruld met een dikke krultang. En gewoon lekker een staartje in gedaan voor de verandering. Anders heb ik ook altijd zo saai los haar. Dus, zodoende. In Nijverdal bij DA en hier zijn wat meiden die me gaan helpen straks. Super gezellig, maar het is mega druk, dus we gaan zo meteen even laten zien hoe gigantisch die rij is. En jullie gaan voor mij filmen, toch? Ja, ja. Beetje achter de schermen. Ja. Ik ben super zenuwachtig, dus laten we snel gaan. Ja. Thank you.
jullie was de Girls Night bij de RA Nijverdal. Manon, bedankt. Was gezellig. Was echt leuk. Volgens mij heb je geen lachen, denk ik. Nee, ze kan niet meer lachen, denk ik. Iedereen, aju. Fijne avond. Aju. Doei. Hoi. Jongens. Het is een rap. Was leuk? Ja, heel erg leuk. Ja? Ja? Ik vond het ook heel leuk. Allemaal bodyguards, thanks hè. Wilde even een dab doen. Nog iemand die een dab wil doen of zo? Een Nijverdalse dab. En hij staat gewoon stil. Doe maar. Hey, thanks. Jullie ook bedankt. Ja, 170.000 euro. Tot de volgende keer. Ja. Doe de dab. Kom op, vaders. Ja. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, hè. Doei. Ik ben net weer thuis, terug van de meet and greet. En ik was 1,5 uur onderweg. Toen heb ik snel nog even iets gehaald bij de McDonald's, want ik had nog niet avond gegeten. Maar het was echt super leuk. Heel veel lieve mensen ontmoet. En het was ook mega druk, wat ik niet had verwacht. Maar dat maakte het wel echt een stuk leuker. En ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En Dwayne heeft net lekker gekart, toch? En vertel eens aan de kijkers, wat is gebeurd tijdens karten? Ze noemen me Lewis Hamilton op het circuit. Natuurlijk ben ik altijd weer eerste. Niet dat ik arrogant of kopzones heb ofzo, maar zo komt het wel over. Maar met mijn vrienden ben ik altijd eerste. Nu was het een bedrijfsuitje, 40 man. Ik dacht, ik doe gewoon mijn best, ik zie wel. Uiteindelijk ben ik gewoon eerste geworden. Ik moet even nog wat laten zien. Blijf hier, niet weggaan. Wacht, ik neem die kamer allemaal mee naar jou toe. Kijk hier, kijk, jongen. Kijk, nummer 1, jetzt. En nu gaan we weekend vieren. Ja, douchen en slapen. Dus, ik ga de vlog ook gelijk afsluiten. Want we gaan lekker douchen, slapen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Was je aanwezig bij de meet and greet, wil ik je ook bedanken dat je was gekomen. Want ik vond het echt heel erg leuk. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, druk dan even op de subscribe button hieronder. En een duimpje omhoog natuurlijk. En dan zie je mij morgen weer terug in een nieuwe video.